Hi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. De allereerste losse video van 2023. En in deze video ga ik met jullie mijn favoriete producten van december doornemen. Ik heb het mandje erbij gezet. Hij zit best wel vol. Voor mijzelf ook af en toe nog weer even een verrassing wat erin zal gaan zitten. Maar mocht jij benieuwd zijn welke producten ik van december dus heel erg fijn vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga gewoon een beetje graven, want er zit best wel veel in. Ik ga eerst maar even beginnen met de producten uit de limited editie Sparks of Joy van Catrice. Ik zal hier niet te lang bij stilstaan, want ik heb hier een uitgebreide video over opgenomen. Mocht je die gemist hebben of misschien alsnog willen bekijken, ik zal even een link in de beschrijving zetten. Ik heb hier allereerst de blush stick. Dit is de C02 All I Want for Christmas. Dit was dus zo'n leuke kerstcollectie die sommige dingen kwamen dus in leuke verpakkingen die je in de kerstboom kon hangen. Ik heb hier dus twee blush sticks. Ik heb hier ook de rode kleur en dat is de C01 All I Want for Christmas is Red. Die zat dus ook in zo'n verpakking. Dit zijn twee leuke sticks die je dus kunt aanbrengen als blush. Super leuk. Je moest er niet te veel van gebruiken, want ze zijn best wel pigmentvol. Zoals even zwartje. Maar op zich kun je dat, als je ze daarna afpoedert, zie je niet meer zo heel veel van de intense pigmentatie. Maar toen ik het eerst gebruikte, dacht ik wel, het lijkt net of ik een klap heb gehad in mijn gezicht. Dit zijn ze. Dit is de roze en dit is de rode. Maar het zijn hele pigmentvolle sticks die je dus heel makkelijk kunt aanbrengen. Blenden vond ik af en toe een beetje lastig. Moest je met je vingers doen. Maar net wat ik zeg, na het afpoederen waren ze echt heel erg mooi. Dus dat zijn deze sticks. Ook zaten er twee lipsticks in de collectie. Die kwamen in deze verpakkingen. Met de namen C01 Red Kisses voor Santa en C02 Ruby Kisses voor Santa. Ze hebben verder eigenlijk precies dezelfde huls. Dat kan het een beetje lastig maken om de kleur goed te onderscheiden. Maar zo zien de hulsen eruit. Echt prachtige kleuren. Ik zal ze even zwartje ook. Het zijn set-in lipsticks. Ze bleven goed zitten. Het is niet dat je ze niet helemaal niet moet bijwerken. Want met eten of drinken is een beetje bijwerken echt wel nodig. Maar ik vond het gewoon echt hele mooie lipsticks, mooie kleuren. Dus heel fijn en zo zien ze eruit. Dus ja, daar was ik ook heel enthousiast over. Dan heb ik ook de nagellakjes. Ik kan hier de namen niet van opnoemen, want het is in een zwarte kleur geschreven. En sommige kleuren zijn heel donker. Maar dit zijn ze, een paarse, een donkerrode, een groene kleur. En ik heb ook nog een rode kleur. Hele leuke lakjes. Ze bleven op zich eigenlijk prima zitten. Deze drie zijn echt gewoon drie basiskleuren. Die gewoon echt heel mooi donker waren. Die bleven heel mooi zitten. Daar was ik heel enthousiast over. Dit vind ik meer een topcoat. Kun je wel aanbrengen, maar je ziet je eigen nagels er doorheen. Dus ik heb deze gebruikt als topcoat. Maar hele leuke nagellakjes ook. En er zat een heel mooi oogschaduwpalet in. Dat is deze, die zag er aan de buitenkant al prachtig uit. Dit is de C01 Sparkle of Shine. Ik heb deze ook gebruikt, echt letterlijk met de kerst. Zo ziet de binnenkant eruit. Een grote spiegel en hele mooie kleuren erin. Ik werd er wel heel blij van. Ik zal er nog even een paar zwartje. En ik vond het echt hele mooie kleuren. Heel pigmentvol ook. Dus dat is deze. Dus een hele mooie collectie waar ik heel blij mee ben. Dan een lippenbalsem. Dit is de CarMax Naturally Intensely Hydrating Lip Balm. En deze is met watermeloen. Hij komt in zo'n verpakking. En zo ziet de huls er dan uit. Dit is hem. Het is best wel een compacte lippenbalsem. Je hebt hem in diverse varianten. Je hebt hem ook zonder geur. Ik heb dus de watermeloen. Ik had nog geen ervaring met dit merk. Want ik had het wel eens voorbij zien komen. Maar ik had het nog nooit gebruikt. Maar dit is dus een hele intens verzorgende lippenbalsem. En ik merkte het ook direct. De geur van de watermeloen komt zo lekker omhoog. Je hoort hem ook draaien. Kijk. Je hoort hem tikken. Dan ziet hij er zo uit. Het is verder gewoon een transparante lippenbalsem die heel lekker aanvoelt. Ik merk gewoon echt dat mijn lippen heel langdurig gehydrateerd werden. En ik kan het altijd best wel goed gebruiken. Want ik heb snel last van droge lippen.
Ja, ik vond het echt een fantastische lippenbalsem. Net wat ik zeg, ik was nog niet bekend met dit merk, maar ik vind het zeker een aanrader. Ik vond hem echt heel erg fijn. En mocht je benieuwd zijn wat ze nou allemaal voor geuren hebben en wat voor diverse producten, kun je altijd even een kijkje nemen op de website. Want er staat alles, zeg maar, aan het assortiment van online. Dan heb ik ook een aantal producten uit een trendeditie van Essence. Dit was de collectie Cookies for Santa. Een hele leuke collectie die ook echt voor de kerst was. Ik heb hier allereerst de highlighter die echt prachtig is. Het is de 01 Baked with Love. Ze hebben echt een geur van gebakken koekjes. Het is een baked highlighter zoals je kunt zien. Dus hij heeft een mooie bolling. Echt een hele mooie highlighter. Ook hier is overigens een video over verschenen. Ook hiervan zal ik de link even in de beschrijving zetten. Ziet er zo uit. Ik weet niet of het op camera heel lekker overkomt. Ik denk dat je hem zo wel ziet, maar echt een hele mooie glans. Dus ja, dat vond ik echt een hele, hele mooie highlighter. Dus super leuk. Dan heb ik hier ook een... hoe ga ik het kunnen lezen? Glitter Lip Beautifier. En dit is een product die eigenlijk heel verzorgend is. Ik bracht dit aan. Ik merkte gelijk dat mijn lippen heel veel verzorging kregen. Dat vond ik heel fijn. Hij ziet er zo uit. Het lijkt een beetje een suikerrandje als je het zo ziet. De glitters, die zag je niet echt, moet ik zeggen. Ik heb hem hier even geswatcht, maar je gaat er gewoon niks van zien. Dat vond ik wel jammer, want ik had verwacht dat er heel veel glitters in zouden zitten. Nou, qua verzorging vond ik hem zo fijn. Ik merkte zo dat mijn lippen echt een verzorgingsboost kregen. Dat ik dacht, ja, dat vind ik toch wel heel fijn. Ik denk ook dat ik hem bij de lippenbalsems neer zal zetten, omdat hij verder geen kleur geeft. Dus daarom vind ik hem voor lipstick, zeg maar, niet zo heel geschikt. Omdat je de glitters niet echt ziet, maar ik vond het echt een heel fijn product. En ik heb een lippenbalsem. En die ziet er ook heel schattig uit. Een gingerbread. Dit is de C01 Zo A Dark Rebel. Ik moet zeggen, ook deze die ruikt heel lekker. Heeft een rode kleur. Ik was eerst een beetje aan het kijken van, joh, gaat dit werken? Maar uiteindelijk werkte het best wel goed. Hij verzorgde mijn lippen zeker. Het is wel een lippenbalsem die je moet aan blijven brengen. En als je een beetje een dikkere laag wil hebben, moet je er even doorheen gaan. Hij heeft een rode kleur. Dat vond ik zelf wel heel erg leuk. Maar ook wel, ja, uiteindelijk vond ik hem toch wel, wel heel erg fijn. En ja, ik ben gewoon lippenbalsems en ik zijn momenteel gewoon een hele goede combinatie. Dus dat is deze. Dan heb ik nog een highlighter van Catrice. En dit is de Glow Lover All Infused Highlighter. Dat is dus deze. Deze heeft de naam 010 Glowing Pony. En ik heb al vaker van dit soort highlighters gehad van Catrice. En die bevielen mij eigenlijk heel erg goed. Dit is een highlighter. Hier zitten dus verzorgende oliecomplexen in. En in eerste instantie dacht ik, zou het die highlighter dan niet heel vet maken. Maar dat viel me eigenlijk reuze mee. Ook dit is weer een baked highlighter. En hij ziet er echt heel erg mooi uit. Ik zal hem even swatchen. Hier was ik echt heel erg van onder de indruk. Want kijk, hij ziet er zo uit. Gaat hij het goed laten zien? Hij zit hier. Oh, volgens mij geeft dit niet zo goed weer op camera. Nou, dat is echt heel vervelend, maar hij was echt heel mooi. Hij gaf echt een hele mooie glans. Dus hij, ja, voor mij sprak hij wel heel erg aan. Maar ik vind het jammer dat hij hem dus niet heel erg lekker laat zien. Maar echt een hele, hele fijne highlighter ook. Dan heb ik van Max & More een foundation. En dit is een matte coverage foundation. Kwam in deze verpakking die helemaal, eigenlijk gewoon uit elkaar ligt. Dit is de 123 Soft Rose. Dat is deze. Ik vind de make-up van de Action de laatste tijd echt zoveel verbeterd. Eigenlijk de laatste jaren al, moet ik zeggen. En ik vond deze foundation ook echt heel erg fijn. Er zit 30 ml in. Het is verder niet een hele bijzondere verpakking, maar het is prima. Heeft zo'n opening, maar ik vond hem echt wel heel fijn. Ik zal hem eventjes een beetje aanbrengen.
Ik heb hem een beetje aangebracht en hij lijkt in eerste instantie heel donker, want ik heb hem hier dus gedaan. Maar eigenlijk passen die best wel goed bij mijn huidskleur. Ja, hele fijne foundation en ja, dat bewijst ook maar weer dat je niet altijd hele dure foundations hoeft te kopen die dus goed zijn. Want Action heeft dus ook prima foundation, dus ook deze vond ik echt heel fijn. Dan heb ik een Teeny Tip Liner van Essence. Deze is waterproof, dit is dus eigenlijk gewoon een eyeliner. Dat is deze. En wat ik heel fijn vond aan deze eyeliner, is dat hij echt best wel een dunne tip heeft. En je kunt er dus hele fijne lijnen mee zetten. Je kunt er dus, kijk, dit zijn de lijnen die je ermee trekt. Ze zijn echt intens zwart, blijven ook heel goed zitten. Dat vond ik echt wel heel erg fijn. Ja, ik vind eyeliners altijd... Bij mij mag een eyeliner echt intens zwart zijn. Maar ook door deze dunnere tip kun je dus ook makkelijker wings zetten. Dus ja, ik vond hem echt super fijn. Heb ik hem nou op zijn kop? Nee, ik heb hem goed. Dus ook echt een hele fijne eyeliner. Dan heb ik nog een product voor de lippen. En dit is een Clisolid Classico Balsamo Labbra. Ja, ik ga in het Italiaans, jongens. Deze heb ik een keer bij de Action gekocht. Toen ik later ging googlen was het eigenlijk wel grappig. Want volgens mij worden ze normaal voor een 3,95 verkocht. En ik heb hem volgens mij voor 79 cent verkocht. Ik dacht eerst dat het een eigen merk was van de Action. Maar het bleek dus gewoon een echt merk te zijn. Hij doet mij gewoon heel erg denken aan de Vaseline. Als je hem ziet, het heeft precies de kleuren van een Vaseline blikje. Maar het is een hele fijne... Ja, fijne lippenbalsem, heeft verder geen geur, maar ook lekker een beetje vet, daar hou ik wel van. Ja, je kunt hem eigenlijk gewoon heel erg vergelijken met Vaseline en hij is een stuk goedkoper als de Vaseline blikjes. Dus dat vond ik echt wel heel erg fijn. Ja, ik heb hem dus gewoon bij de Action vandaan, dus ja, ik vond het dikke prima. Maar ja, het bleek dus wel een echt merk te zijn en ik had er dus nog nooit van gehoord, maar dat is deze. Dan heb ik van Essence een Fix & Last Jelly Primer. Dit is een Hydrating & Refreshing Primer. Het is deze. Hij is roze van kleur. Hij heeft ook echt een jelly textuur. Ik vond hem echt wel heel erg fijn. Ik merkte echt dat mijn gezicht goed gehydrateerd werd van de primer. Ik had ook echt wel het idee als ik hem aanbracht dat ik een heel fris gevoel kreeg ervan. Vond ik echt wel heel erg fijn. Hij heeft gewoon een bondflaconnetje. Ik zal hem een beetje aanbrengen. Dan kun je ook zien dat hij daadwerkelijk roze is. Hier zit hij. Ik heb een bolletje aangebracht. Ja, hij was gewoon heel fijn. Ik moest er eerst een beetje aan wennen, want het was jelly. En ik heb niet zo heel veel ervaring met jelly primers of zo. Maar ik vond hem echt wel heel erg fijn. Ja, hij voelde fijn aan. Je kon daarna ook gewoon perfect je make-up eroverheen aanbrengen. Dus echt een hele fijne primer ook. Dan heb ik nog een highlighter van Catrice. En dit is eigenlijk wel een grappig verhaal. Want deze komt uit de limited editie Pearl Glaze. Dat is deze. Hier heb je al eerder... Ik heb hier eerder een video over gemaakt over deze collectie. Maar de highlighter ontbrak. Want die kon ik echt nergens vinden. En ineens kwam die online. Dan heb ik hem alsnog gekocht. En dus alsnog een blogpost over geschreven. Omdat ik hem zo mooi vond. En ik was zo benieuwd daarna. De verpakking lijkt heel erg ook op de verpakking van het oogschaduwpaletten. En dit is hem dan, de highlighter. Aan de binnenkant zit een spiegel. Het is een beetje een, ja, het is dus een highlighter die, het is geen poeder zeg maar. Door de kleine pareltjes kun je hem aanbrengen. En dan ziet hij er zo uit. Ik zal nog wat meer doen, want nu zie je bijna niks. Het is een beetje jammer. Je ziet hem op de swatch niet zo heel goed. Dat vind ik een beetje jammer, want je ziet hem bijna niet. Maar echt, hij was zo mooi, want ik bracht hem aan en ik dacht echt, wauw. Hij glom echt van mijn gezicht af en dat vond ik zo mooi. Ik vind het jammer dat het nu met de swatch niet zo goed laat zien. Maar ja, ik vond hem in ieder geval echt heel erg fijn, want hij is echt heel erg mooi. Ik moest even een beetje wennen aan de structuur, want ik gebruik dit soort structuren niet zo heel vaak. Maar deze heb ik dan ook niet afgepoederd en dat ging eigenlijk gewoon heel erg goed. Dus ja, echt gewoon een prachtige highlighter die alleen niet mooi is van de binnenkant, maar ook van de buitenkant. Dus die. Dan een aantal nagellakjes van Essence.
En dit zijn de Pretty Fast Nail Polishes. Dit zijn nagellakkers die drogen in 40 seconden. En dat vond ik echt heel fijn. Ik heb hier dus een fix aantal kleuren. Ik heb hier allemaal troep op het dopje zitten. Dat moet ik even weghalen. Ik heb hier allereerst de twee Blush Rush. Dat zijn dus deze lakjes. Ze zijn niet heel groot. Er zit zo'n 5 milliliter in. Dat is op zich niet heel erg. En ze hebben dit soort kwastjes. Maar ze zagen er echt heel mooi uit. Bleven ook best wel goed zitten. Dus ik vond het echt hele leuke lakjes. Dat is die. Dan heb ik hier een lichtroze kleurtje. Dit is de 01 Quick in Pink. Ik moet een beetje moeite doen om te lezen. Want de tekst op de achterkant is dus zilverkleurig. En dat is niet zo heel handig met lezen. Die. Een paarse kleur. Dit is de 05 Purple Express. Heel leuk kleurtje ook. Dan een rode kleur. Dit is de 03 Ready Steady Red. Die. Nog een rode kleur. Dit is de 04 Cherry on the Run. Die. En we hebben een gele kleur. En dat is de 06 Yellow To Go. Dat is dus deze. Ook een heel leuk kleurtje. Echt hele leuke lakjes die dus heel snel drogen. Ja, qua chippen. Ze zullen echt wel eens chippen. Je zult ze af en toe een beetje bij moeten werken. Maar ik vond de kleurtjes wel heel erg leuk. En het zijn zulke low budget lakjes dat het eigenlijk bijna niet te doen is als ze niet zouden chippen. Dat zou eigenlijk een wonder zijn, moet ik erbij zeggen. Dan heb ik een concealer. Dit is de Maybelline Fit Me Concealer. Ik heb deze een keertje gekocht toen hij in de aanbieding was. Want normaal gesproken vind ik het best wel dure producten. Die ziet er dus zo uit. Het is deze. Een hele fijne concealer. Echt in een hele mooie kleur. Hij heeft eigenlijk een beetje een basic applicator. Gewoon zo'n vlok applicator. Maar de kleur paste ook heel goed bij mij. Dit is hem. Echt een hele mooie dekkende kleur die heel mooi aanbracht. Verder is hij gewoon geurloos. Ik vond hem echt heel fijn. Hij bleef goed zitten. Gaf ook echt wel een hele goede dekking. En dat vond ik zelf wel echt een pluspunt. Dus een hele fijne concealer. Dan ben ik ook toe aan het laatste product. En dat is nog een oogschaduwpalette van Essence. Dit is namelijk het The Cool Nude Edition Eyeshadow Palette. Dat is deze. Deze heeft de naam... Dat is weer zo leuk. Storm Cold Nudes gekregen. Het is de 4.0 geloof ik. 40 of zo. Kijk, de achterkant is grijs. Dus ga dit maar eens even goed kunnen lezen. Zo in het licht zie je het wel. Maar als je hier achter de camera zit, kan ik het niet zo goed. Leuke kleurtjes erin. Ook wat donkere kleuren. Het moet je ding zijn, zeg ik altijd maar. Ik vond hem echt wel heel mooi. Ik vond de pigmentatie eigenlijk best wel heel erg mooi. Ik had niet verwacht dat hij zo goed gepigmenteerd zou zijn. Want omdat het de lichte kleuren waren ook goed gepigmenteerd. En dat had ik in eerste instantie niet heel erg verwacht. En zo zien ze er dan uit. Dus zoals je ziet best wel goede pigmentatie. De kleuren waren heel erg fijn ook om te blenden. Dus je kon ze echt gewoon goed aanbrengen, blenden. En dan had je gewoon een hele mooie ooglook. Het zijn wel wat donkere kleuren. Dus ik snap ook dat er mensen zijn die dat niet zo aanspreekt. Maar ik vond het toch wel een heel erg mooi en fijn palette. Dan waren dit al mijn favoriete producten van december. In het mandje leek het wat meer. Maar dat kwam ook denk ik omdat er wat grotere producten in zaten. Er zullen een aantal producten niet meer te koop zijn. Dat zal gelden voor de Limited Edition Pearl Glaze, dus deze. Dat zal gelden voor de Limited Edition Sparks of Joy. En dat zal gelden voor de Trend Edition Cookies for Santa. Heel soms heb je mazzel dat het in de winkel nog wel eens in een uitverkoopbak wil liggen. Als er restanten over zijn die dan met korting verkocht worden. Maar... op internet zijn de producten vaak wat langer te koop. Dus mocht je daar nog benieuwd naar zijn, zou je dat ook nog kunnen doen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd welk product jij het leukste vond dat ik heb getest. Of waar je eventueel benieuwd naar bent geworden. Misschien heb je zelf al eens een van deze producten geprobeerd en ben je het met mij eens of totaal niet. Dat mag natuurlijk ook. Ik ben in ieder geval weer blij dat ik de producten aan mijn stash kan gaan toevoegen en lekker kan gaan gebruiken.
Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een mail zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!